Ja, hoe laat zijn jullie begonnen en welke afstanden zijn er vandaag? Wij zijn hier met het besturen en vrijwilligers vanmorgen al om half zeven begonnen. Maar om half acht zijn de eerste lopers gestart voor de 50 mijl. En daarna elk half uur de 50 kilometer, twee groepen van 25 kilometer en net de laatste stadgroep van de 10 kilometer. Hoeveel deelnemers hebben jullie in totaal vandaag voorbij zien komen? In totaal 1500. En uh, als we wilden, dan had het uh, nog meer kunnen zijn, geloof ik, want we hadden nog heel veel vraag. Wat is de mooiste route, tenminste voor de lopers? Die zeggen van, uh, waar doen de meeste deelnemers aan mee? Nou, de meeste deelnemers zijn ook de 25 uh, kilometer. Vandaar dat we ook uh, twee stadgroepen uh, hebben. Maar um, ja, voor iedereen, het is ook leuk voor 10-kilometer lopen. Dat is nog een afstand die een beetje te overzien is. En uh, ervaar je toch hoe het is om een trail te lopen met een verzorgingspost onderweg. Dus uh, lekker genieten van de natuur en uh, lekker ontspannen lopen. Vorig jaar lag er nog een mooi winterse sneeuw. Ja. Dit jaar een lekker zonnetje. Waar ja. zouden het meest loops voor kiezen, denk je? Nou, heel veel vonden voor de plaatjes het uh, super mooi vorig jaar. Maar dit is natuurlijk wel lekker loopweer qua ondergrond. En uh, wel een zonnetje, maar wel lekker een lekkere fris temperatuurtje. Dus ik denk dat de meesten hier blij mee zijn en wij ook. Hoeveel vrijwilligers zijn er vandaag in touw? Ik denk uh, alles bij elkaar met uh, hier, wat hier rondloopt bij uh, het ravijn en uh, op de routes en voorbereiding. Iets van 120 mensen in totaal. Nu is het geen wedstrijd. Volgens mij krijgen alle deelnemers een medaille. Alle deelnemers krijgen medaille. En ook zelfs dit jaar een, een beker, een recyclable cup. En omdat het dit jaar ook voor het eerst een bekervrij evenement is. Dus ook aan de natuur wordt hier gedacht. Heb je de eerste reacties al mogen ontvangen van deelnemers? Wat ze ervan vonden? Ja, al heel veel. Ik doe ook de social media voor de Salantrail. Dus ik heb al heel veel berichtjes voorbij zien komen van mensen die ons taggen. En uh, van goed geregeld en mooi verzorgd en lekker weer erbij. En uh, nou ja, iedereen is ook heel benieuwd naar de route. De route is ook uh, uh, anders als vorig jaar. En vooral voor de mensen die vaker lopen is het toch leuk dat je toch net een andere route hebt. Dus hij loopt ook andersom. En af en toe wat kleine andere lusjes. Dus, uh, we hebben wel wat stukjes moeten verleggen, ook omdat wat stukken, zoals bijvoorbeeld de NTF, daar gingen we altijd over, maar dat mocht dit jaar niet meer. Dus daar moesten we een, een lusje maken. Maar we hebben er geprobeerd wat moois van te maken en ik geloof dat het aardig gelukt is. Je zei je bent van de social media, waar kunnen de kijkers van uh, Hoy Media straks alles terugzien en de mensen die het gaan zien? Uh, we hebben een uh, Facebookpagina van de Salantrail en ook een uh, Instapagina van de Salantrail. En ook een website uh, waar ook wel foto's uh, en videomateriaal te vinden zijn. En vandaag is ook, uh, zijn ze ook van social media promotions. Zijn ze ook hier filmen. En er komen ook droombeelden. Dus uh, er komt ook vast een mooie aftermovie. Maak er nog een mooie daarvan. Ja, dankjewel. En uh, leuk dat jullie er waren.